Leven als een zaakwaarnemer met cliënten als Tanane, De Wit, Tisserdali en meer. Dit is Done Deal met Menno Groenveld. Here we go. Xavi Simons. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Gravenberg met een geweldige boeien. Bellico! Bellico! Niet zeggen dat no op je feest, maar kom op geen enkel feest. Nee. Even normaal doen. Is het Done Deal? Ja, daar zijn we. We hebben een hele zware en gezellige bezetting aan tafel. Lars, welkom. Vers van de redactie natuurlijk. En we hebben een bijzondere gast. Menno. Goedemiddag, mannen. Goeiedag. Hoe is het met jou? Ja, goed. Lekker. Jij bent zaakwaarnemer van andere Tanane Tisserdali. Klopt. Eigenaar ook van Pure Sports. Ja, klopt inderdaad. Je hebt al eerder in de podcast bij ons ook gezeten. Ja, vorig jaar alweer, denk ik. Een jaartje geleden. Ik had hem gisteren gecheckt. Oktober 2022. En was hij slecht of goed? Ja, die was uitstekend. Oh, ja. Ja, ik wou eigenlijk weten, wat is er sindsdien veranderd in jouw leven? Nou, eigenlijk niet veel. Ik heb nog steeds geen vrouw. Nee? Nog steeds geen kinderen. Dus dat is nog steeds hetzelfde. Nee, ik werk gewoon hard. Dat is eigenlijk waar ik om bekend sta en mijn team. Ja. En dat gaat eigenlijk wel door, want het is deze job, voetbalmakelaar, is voor mij niet echt werk. Het is gewoon echt mijn lifestyle. En ik ben eigenlijk altijd mee bezig. Ja. Te veel mee bezig. Je bent een van de meest bezeten zakennemers die ik ken, in de goede zin van het woord. Ja, ik denk wel dat ik bezeten ben. Ik ben verslaafd. Ja. Verslaafd aan wat ik doe. Verslaafd aan het realiseren van dingen. Zelfs minder leuke dingen die er soms bij komen kijken, doe ik ook. Ja. Heb je een indicatie van hoeveel uur je per week gemiddeld wekt? Ik tel geen uren. Peter, denk ik. Zoals ik jou al zei, ik lig nog in de nacht op voetbalpremier, Transfermarkt en weet ik het allemaal. Dus als ik niet kan slapen, gaat die telefoon er weer bij. En dan gaan we weer naar Transfermarkt en weer naar voetbalpremier. En dan gaan we weer naar live uitslagen. Het blijft maar gaan. Ja. Nee, maar dat is meer mijn fout. Ik zou eigenlijk meer aan mezelf moeten denken. En meer afstand nemen voor mijn eigen gezondheid. Ja. Maar ja, ik kan het niet. Ik heb ook geen hobby's. Nee, verder dus dan dit, hè? Want dit is wel echt een... Niet veel. Ik speel FIFA, dat is mijn hobby dan. Ja? Af en toe, ja. Dan ga ik manifesteren met mijn eigen spelers, dat is scoren. Okay. En werkt het een beetje? Ja, het werkt. Nou, ik stuur ook filmpjes, hè. Nou. Van, ik heb niet gescoord. Drie goals. Het trickie, Tanane. We gaan het hier zo meteen... Tanane heb ik ook veel gescoord. Ja, snap er een rondje dan. Snap ik. We gaan het zo meteen uitgebreid ook over jouw spelers hebben. Over jouw leven als zaakwaarnemer. Over dingen die je tegenkomt. Hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Obstakels. Mooie dingen die er zijn gebeurd. Ja, en natuurlijk gewoon al die leuke spelers die bij jou horen. Tuurlijk. Je hebt ook een hele mooie maand januari gedraaid. We beginnen vaak zo'n aflevering als dit met een aantal stellingen. Dat is heel kort ja-nee. Ze komen allemaal terug later in de aflevering. Bespreken we ze nog even uitgebreid. Maar we trappen af met de eerste. Ooit ben ik de meest succesvolle zakennemer van Nederland. Ja. Ajax had altijd Hakim Ziyech terug moeten halen. Dat is het doel, hè? Ja, ja. Maar niet alleen Nederland. Nee. Ik wil best van de wereld worden. Ja, daar gaan we zo nog dat over. Dat is het doel. Moet je ook een beetje geluk bij hebben. Ja, ja, ja. Maar dat is wel het doel. Ja, snap ik. Je moet hoog mikken natuurlijk. Nee, maar, ergens aan het begin. Maar wacht, we gaan zo meteen gaan we eens uitleggen. Sorry. Stelling 2, neem maar niet uit. Ajax had altijd Hakim Ziyech terug moeten halen. Ja. Het is ongelooflijk dat Nederlandse topclubs daarna een nooit hebben gehaald. Ja. Ik zal altijd zaken doen met landen als Rusland en Saudi-Arabië. Zolang het voor mij fair is en ze mijn spelen fair behandelen, dan is het voor mij prima. Want de mensen in de voetbal die daar werken, dat zijn waarschijnlijk gewoon prima mensen. Die zijn niet betrokken bij de oorlog. Nee. Over het algemeen. Dan door naar de laatste. Maar je hebt hem net al eigenlijk in de introductie al een beetje besproken. Zakenwaarnemer zijn is het mooiste beroep van de wereld. Dat kan ik niet zeggen, want ik heb niet heel veel andere beroepen gedaan. Dit is het enige beroep wat ik heb gedaan. En als je nu moet kiezen... Wat je denkt? Op dit moment is het voor mij het mooiste. Was je liever dokter geweest? Nee. Dan kom je er niet heel uit, denk ik. Nou, we 5 keer ja. Nee, maar... hoe noem je dat? Dat is het mooiste beroep. Ja, kijk, ik heb ook nog wel andere ambities. Dus het lijkt mij leuk om een koffiezaak te openen of een kapperzaak. Dat lijkt me leuk, hoor. Om erbij te niet dat ik er zelf ga staan. Maar het lijkt me wel leuk. Ja. Als je ziet, die shirtjes had ik ook op mijn koffiebar en het voetbal aan. Maar dat zou ik op den duur wel willen. Maar welke droomjob ik nog heb, die heb ik nog wel. Ik zou ook op de duur ooit een club willen kopen. Ja, TD? Dat zou ik ook wel willen doen. Ja, ik denk ook wel dat ik dat goed zou kunnen. Maar nog niet nu, denk ik. Omdat ik nog niet klaar ben met wat ik doe. Nee. Eerst die doelen halen. We gaan zo meteen door. Want je krijgt van ons nog heel veel meer informatie. Om andere over het zijn van het zakennemen. Onderhandelen met bekende TD's ben ik ook al benieuwd naar. Die stelling over deals. Rusland. Ja, ik doe de zaken mee. Als het zover komt. Ja. Maar alleen als mijn cliënt erheen wilt. Ja.
Dus dan leg ik het neer, zeg wil je gaan? Ja of nee? Dan zeg ik van, ja, ik vind het interessant, dan ga ik die gesprekken voeren. Maar ik heb geen zaken gedaan in Rusland. Nee. Nog nooit. Nee. Weet jij toevallig of dat veel voorkomt? Dat zaakwaarnemers, collega's van jou het andersom redeneren. Van, ik weet dat daar veel te halen valt, dus ik breng mijn cliënt daarheen. Ja, maar wie zegt dat daar veel te halen valt? Dat weet je niet. Nou, qua geld, als dat zo is? Nee, ik denk niet dat iedereen die ambitie heeft. Misschien 7 jaar geleden of 5 jaar geleden. Ja. Als je een speler naar zee niet brengt, ja, dan zit natuurlijk wel een goede knaken voor jezelf en voor die cliënt. Ja. Dus ja, dan zou je wel kijken van een speler die zegt van nou, ik ben 31 of ben 28, ik heb goed gepresteerd, ik wil nog wel naar wel in Europa spelen, maar wel veel geld verdienen. Ja, dan zou je wel gaan kijken naar Zenit of CSKA. Ja. Spartak. Spartak. Maar ik ben daar zelf niet actief, dus nee. Ik kan daar moeilijk over meepraten. Maar als mijn cliënt dat wil, dan moet je toch aan de bak daar. Maar ja, nu is het even ietsje anders. Ja. Clubs zijn ook iets moeilijker, omdat wanneer ze een speler halen, hebben ze nog steeds eigenlijk geen controle, omdat de speler nog steeds weg kan gaan vanuit Rusland. Door middel van de oorlog. Ja. Ja. Volgens mij is de regel een nog steeds maas zo. In de wet, ja. Klopt. Dus zij hebben ook niet echt die zekerheid. Nee. Nee, je ziet dat ze veel naar Brazilië gaan, naar Argentinië en Chili. Ja. Omdat ze weten, ja, die spelers die komen wel. We gaan naar, toch eventjes, terug de geschiedenis 2022. Je was de gast. Toen waren wij echt net begonnen. We hadden het er net al heel eventjes over. Zaten we nog in een ander pandje in Amsterdam-Noord. Hartstikke gezellig was dat. Zag er wel iets anders uit dan dit. Tijd vliegt. Jij vroeg net al, is er veel veranderd? Jij zei eigenlijk niet, geen vrouw, geen kinderen. Ja, ik weet niet of dat iets negatiefs is. Nee, volgens mij kan is het ook best positief zijn. Kan ook iets positiefs zijn. In de tussentijd ben je wel een stukje groot geworden ook met je boys en met de spelers. Ja. Ja, we doen ons best. Hè. Dus, ja. Nou, dan zeg ik het voor je. Hoe was afgelopen januari voor je? Voor mij heel druk. Ja. En mensen hebben het heel rustig gehad. Ik zag ook die filmpjes van Fabrizio Romano. Zo'n cartoon dat het niet heel druk was. Ja. Bij mij wel. Ik heb het echt heel anders meegemaakt. Voor mij was vanaf half december al volle bak. Maar dat ligt ook een beetje aan mezelf. Hè. Ik kan er niet tegen als mijn telefoon niet gaat. Dan word ik helemaal zenuwachtig. Hoeveel telefoons heb je eigenlijk? Eén. Echt? Ik heb al 23 jaar hetzelfde nummer. Nooit wat veranderd. Wat is je schermtijd per dag? Zullen we kijken? Ja, okay. Kijk, maar ik ben wel benieuwd. Hey, ik ben wel verslaafd, hoor. Dan gaan we niet... Als ik het zo hoor, dan gaat hij over de 8 uur. Even kijken. Nou, dat valt nog wel mee op zich. Week, 6 uur, totale schermtijd 12:43. Ah, dat is heel netjes. Ja. Is dat netjes? Ja, of 12 uur is alleen van deze week, want die is gisteren begonnen. Totale schermtijd. Dat is deze week volgens mij. Ja, 6 uur per dag. Ja, dat is op zich ook nog wel netjes. Ik dacht eerlijk gezegd ook wel eens 9 uur was. En dat was, ik weet niet hoe je dat moet zien. Ja, transperiode zou dat iets meer zijn. Welke deals heb je allemaal gedaan in januari? Ik heb Da Cruz naar Sittard gebracht. Ja. Ik heb Verrips naar Sittard teruggebracht. Toen hebben we nog Balker gebracht naar Huddersfield Town. Championship, heel mooi. Dat zou jou goed hebben gedaan. Zeker, ja. Ik heb het ook wat tegen jou gezegd. Ja. Ik vind dat een hele mooie club. Ja, dat is voor hem een hele mooie stap om zich door te ontwikkelen als verdediger. Prachtige stap. Mooie club. Kostons naar Duitsland is naar Duitsland gegaan. Dan hebben we Silas So, die is naar NEC gegaan. Dat was echt last minute, hè? Last minute. Ja. Ik doe veel last minute deals, elk jaar. Wat kwam die ook echt pas in de laatste week dat een beetje begon te leven? Jawel, maar daar kom ik zo wel op. Dat is goed. En dan hebben we nog Dennis Johnson, die is weggaan bij Venetië naar Cremonese. Die heeft een stap vooruit gemaakt. Van Jong Ajax vroeger, Pek Zwolle. Ja. Hele mooie technicus. Ja. Zat ook bij een hele mooie club Venetië natuurlijk. 3 miljoen, hè? Ja, ongeveer 3 miljoen. Je hebt een indrukwekkend portfolio, ik zei het net al. Nou ja, er kwamen ook al wat spelers voorbij. Eén van jouw jongens is Tariq Dissoudali, van Gent. Was bij de Afrika Cup afgelopen januari. Hij staat daar ook goed op. 30 jaar. Denk je dat hij nog klaar is voor een mooie stap? Jawel, want hij is nog hartstikke fit. Ja. En hij is heel hongerig. Hij is misschien zelfs te hongerig soms. Nee, maar hij is heel hongerig. Die jongen wil elke wedstrijd scoren of belangrijk zijn voor zijn team. Door middel van doelpunten, maar ook gewoon om goed te spelen. Dus als je honger hebt en je bent gretig als speler, ja, dan help je dat vaak vooruit. En hij is nog fit, dus hij wil zeker nog stappen maken. Vind je hem een beetje ongewaardeerd in Nederland? Ja, tuurlijk. Maar omdat hij in België speelt, dan wordt er niet veel over Nederland, over België geschreven. Hij valt te weinig op, denk ik. Hè? Omdat er te weinig naar de Belgische competitie gekeken wordt. Kijk, Want in de competitie valt hij op. Hij is een van de beste spelers in België. Maar dat was eigenlijk een beetje hetzelfde met als toen... En Noah Lang in iets mindere mate, maar Bas Dost, Ruud Vormer, die deden het supergoed in... Noah heeft Ajax gespeeld, dus dan krijg je automatisch... Maar die deden het heel goed in België. Maar Filo was ook onder de radar. Datzelfde gevoel heb ik met Dissoudali. Terwijl als ik naar hem kijk, denk ik, die kan makkelijk mee in een top 5 competitie. Ik had hem heel graag in Engeland willen zien. Lag die mogelijkheid er ooit? Nou, dat is wel interesse geweest. Maar hij zit ook goed in België, dus hij weet wat hij heeft en kan daar goed presteren. Hij kon ooit ook naar Valencia, toch? Hij heeft een beetje pech gehad met blessures, net op... Hij heeft de kruisband gehad, maar nogmaals, hij is zo professioneel
in de recovery al geweest. Trainen elke dag, 5-6 dagen per week. 'S ochtends op tot avond, 4-5 uur 's middags. Behandeling, behandeling, behandeling. Zwemmen, behandeling, behandeling. En volgens mij heeft het 6,5 maand geduurd dat hij terug is gekomen. En super sterk terug. Ja. Alle fitnessresultaten zijn hoger als dat voor die blessure was. Ja, hij 9 goaltjes staat hij nu op. Hij was ook, ik heb ook een soort Marokko-Afrika Cup podcast gemaakt. Onder andere met Otman Boussaïd van SU terug spelen. Ja. Vroeg ook aan hem, als je één speler moet kiezen van deze selectie, wie zou je altijd opstellen? Tissot Dali. Ja. In Marokko ook. Ja. Heel veel mensen zijn gek met hem. Ook daar is hij niet, krijgt hij niet, nog niet helemaal de shine van de bondscoach. Hij heeft er maar één keer ingevallen. Omdat hij hard werkt. Hij loopt het snot voor zijn ogen. En dodelijk in de 16. Hij is vrij compleet. Hij is best wel sterk. Hij kan schieten. Vrij complete speler. Hij loopt altijd door. Hij is dicht bij de goal, speelt hij. Vind je het gek dat niet een Nederlandse topclub... Ik had hem heel graag een jaartje bij Ajax willen zien. Of PSV of Feyenoord. Maar nogmaals, het beleid is hier ook wat anders. We willen jongere spelers. En Gent vraagt extreem veel geld voor hem. Want hij is daar de belangrijkste speler. Dus ze zullen hem nooit zomaar laten gaan. Wat moet hij ongeveer kosten? Dat weet ik ook niet. Ik heb gekeken, 6,5 miljoen. Ja. Dus, maar dat is hij ook al. Hij is 30, maar dat is hij wel waard. Je weet het hoe bij Ajax, PSV werkt. Zullen jonge spelers die kunnen verkopen. En dat is een goed recht. Dus. Ja. Denk wat dit heel goed zal doen, omdat de competitie vrij op is. Als je met een aanvallend team speelt dicht bij de 16, dan kan hij wel zijn goals maken. Ja, sowieso. Maar nogmaals, elke speler heeft zijn carrière. En soms ga je via het buitenland, maak je stappen die misschien ook qua competitie beter bij passen. Ja. Dus zeker. Ja. Ja, hij heeft echt een hele bijzondere carrière. Sowieso vanuit de KKD, de Graafschap. Telstar heeft hij nog gezeten. Ja, klopt. Ligue 2, volgens mij in Frankrijk, ook nog gezeten. En nu in België, maar in België zijn ze ook helemaal gek van hem. Ja. Andere speler voor jou? Tenane, ik ben daar misschien niet helemaal objectief. Je begeleidt hem. Dat is wel een stokpaardje, weet je. Gek van. Ja, dat weet men ook wel. Ja. Ik vind sowieso jongens zoals hij zijn er misschien wat te weinig. Waardoor ze ook misschien iets meer opvallen. Zowel voetballend als af en toe gewoon een emotie die ook zeker bij het spelletje hoort. Als we kijken naar Tenane, hij zit nu in Qatar. Net ook een van de stellingen was ook dat je het ook gek vindt dat de Nederlandse topclub hem niet gehaald heeft. Waarom denk je dat het zo is? Waarom dat zo is, kijk, wat ik je zeg, elke carrière heeft zijn eigen loop. En hij is een prachtige voetballer. Ja. Ik denk ook dat hij, als je Ajax ook ziet dit jaar, met alle respect, had hij het verschil kunnen maken. Zij hebben helemaal geen gifkikker gehad dit jaar. Allemaal slappe hap. Mm-hmm. Maar hij kan toch daar het verschil maken. Ja. Ik denk met zijn linkerpoot en zijn agressie, hoe graag hij wilt winnen, dat Ajax nodig. Ja. Ja, wij kennen hem voornamelijk van de wedstrijden die hij speelt. Ja. Maar ik wil eigenlijk even naar de persoon dan na. Hoe is het om hem te begeleiden? Ja. Heb je hem bijvoorbeeld wel eens een schop onder de kont moeten geven van... doe dat nou eens iets minder, want dan kun je bijvoorbeeld wel die stap naar de top 3 maken. Nou, voor mij is het heel leuk werken met hem. En als ik iets niet goed vind, dan zeg ik het hem ook. En als hij iets niet goed vindt, zegt hij het mij ook. Ja. Dus ik krijg het ook wel te horen van hem, hoor. Dus maar ik heb een hele fijne werkrelatie en persoonlijke relatie met hem. Eigenlijk hartstikke goed. Het is een van mijn eerste spelers en waar ik al heel lang mee werk. Dus we kennen elkaar echt heel goed. Hij kent me ook nog van dat ik jong was. Hoe lang werken jullie nu samen? Nou, ik houd nooit echt bij, maar ik denk tussen de 8 en 9 jaar. Ik leerde hem kennen toen ik 19 was. Dus heel vroeg. Sick. En dus dat hij al die tijd ook gebleven zegt echt heel veel. Hij is ook even weg geweest en toen uiteindelijk weer teruggekomen. Hm. Ik heb altijd respect voor mijn spelers gehad en het is hun carrière. Dus zij moeten keuzes maken waarvan zij denken dat het juist is voor hun carrière. En daar moeten ze alles uithalen. Wanneer ze stoppen, moeten ze zeggen van, nou, ik heb een goede carrière gehad. Ik ben klaar, ik heb mijn geld geïnvesteerd. Ik ben niet meer afhankelijk van voetbal. Ja. Dus als hij op dat moment die keuze maakt om iets anders te doen, dat was zijn vrije keuze. Daarvoor is het voor mij, ik heb geen relatie met hem. Nee, tuurlijk niet. Ik geniet nog steeds van hem als voetballer. En als persoon was ik ook nog steeds hartstikke goed met hem. Ja, en dat hij terugkomt. Gewoon respect. Ja, dat zegt iets over mij en zegt iets over hem. Dus voor mij is het een... ik heb een hele fijne relatie met hem. En op dat moment, ik was natuurlijk ook een stuk klein op dat moment in het werk wat ik deed. En toen behoefte aan een andere stap. Uiteindelijk hebben die mensen hem niet geholpen wat hij had verwacht. Ja, uiteindelijk heb je relatie onderhouden en heeft hij de keuze gemaakt samen met mij om weer te werken. En dat is hartstikke goed gegaan en positief. Hij zit nu in Qatar, gaat het best aardig. Ja. Dat is een understatement eigenlijk. Hij heeft ook goede cijfers. Hij zit daar best goed, heb je ook wel eens gezegd. Hij zit ook in het beste team van de eerste seizoenshelft. Ja. Is daar al heel veel interesse ook vanuit Saudi-Arabië, vanuit de UAE en ook vanuit Qatar beslist de bond eigenlijk alles. Oh ja. Maar daar is ook alle ploegen wel gecharmeerd van hem. Maar de bond bepaalt daar vooral. Ja. Dus maar hij zit al op zijn plek. Want er is afgelopen januari ook zeker naar hem geïnformeerd. Er zijn genoeg clubs geweest vanuit Saudi. Ja. Wel voornamelijk Midden-Oosten.
Ja, of, Midden-Oosten. Ja, ja. Als je daar bent, dan moet je niet denken dat je weer terug naar Ajax gaat. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik zou het wel willen. Ja, precies. Ik had hem wel bij Feyenoord of Ajax willen zien. Ik denk dat elke Nederlander dat wel willen zien. Ja. Dat is ook gewoon leuk, hè, om naar te kijken. Het is een meerwaarde toeschouwen voor de Nederlandse velden. Zeker, nou, leuk. Dat kan wat leuks gebeuren. Er gebeurt altijd wat. Ja, dus denk je dat we hem nog terug gaan zien in Nederland? Ja, misschien aan het einde van zijn carrière. Hij is natuurlijk ook gek op Nederland, dus op een gegeven moment denk ik wel dat hij wat afsluit of bij Heracles of in NEC. Ja. Bij NEC heeft hij het echt mooi gehad, hè? Ja, natuurlijk, maar Heracles ook. Dat zijn wel zijn clubs. Soufiane El-Karouani sprak ik en die was ook zo lovend over hem. Zo op de training als in de wedstrijd. Hij zei ook, ik heb hem ballen binnen zien schieten. Hij heeft in Marokko ook, met Hakimi, met iedereen, heeft hij gespeeld. En zei ook, wat ik bij Tanane zag, ook af en toe ballen uit niets iets creëren. Dat je echt denkt... Iedereen had wel groot hart ook, hij, die jongen. Ja, zeker. En iedereen had wel verwacht dat hij eigenlijk bij de Europese top hoorde. Maar hij heeft ook een beetje pech gehad. Hè. Het is ook, iedereen zegt, top gedrag. Maar bij NEC viel toch wel mee het gedrag vorig jaar. Wat heb je nou gezien? Het was meer dat het constant werd uitgelicht als het gebeurde. Maar wat heeft hij gedaan? Een rode kaart? Hij pakte één rode kaart, maar toen stond maar daarvoor. Maar ze tackelde hem ook. Ja, klopt. Maar ik zeg ook niet als dat het... Als je stilte had gedaan, was geen rood. Daar doe ik maar een ook beetje op. In zijn. Daar doe ik ook op. Maar dan wordt het... stereotype wordt weer bevestigd, zeg maar. Dat is gewoon altijd wat aan hem zal blijven kleven. Ja, maar komt ook een beetje door zijn jongere jaren. Spelers met rode kaarten. Ben ik het mee eens, hoor. Maar die wel temperamentvoller ook wel was. En ze is jongere jaren. En dat blijft soms een beetje kleven. Ja, mensen overdrijven het zo ook over Noah Lang. Het is toch gewoon hartstikke leuke voetballer. Gaat die jongen niet veranderen? Nee, maar dat is ook zo. Iedereen die met hem werkt, die zegt... wat een leuke jongen om mee te werken. Maar het is gewoon een beeld wat altijd blijft bestaan. Ja, maar dat is ook een beetje achterbaks. Hij moet een keer hier komen zitten. Oh ja, hij is zo'n leuk. Laat hem even aanschuiven. Maar doe het dan ook. Haal hem dan ook een keer. Ja. Haal hem naar Feyenoord. Had een som neergelegd. Zeg, nou, doe het maar. Of Ajax, doe het maar. Wat heb je nou te verliezen? Ja. Als je het niet vindt, kan je hem toch altijd weer verkopen? Ja, waarom niet? Maar het is altijd al geen risico omdat dat bangerige gedoe. Ja. Maar nogmaals, hun vrije keuze. Hè? Ja. En ik zit niet op die plek. En waarschijnlijk zijn ze bang dat ze hun positie verliezen als het niet goed gaat. Ik weet het niet, maar ik denk dat voor iedereen in Nederland zou dat wel graag hebben gezien. Ja. Als we kijken naar andere spelers, het is een beetje... je hebt gewoon veel mooie spelers, maar Ibrahim Sissoko was een van de smaakmakers. Zeker een van de grotere talenten bij NEC. Is naar Toulouse vertrokken. Hele mooie club. Die hebben wel iets met Nederlanders. Hoe gaat het daar met hem? Ja, hij is daar aangekomen. Heeft blessure gehad. Een week voor de competitie starten. Zijn voet gebroken destijds. Hersteld. Maar dan moet je in één keer op in het Ligue 1 ritme. Mm-hmm. Nou, dat is hoog ritme. Pittig. Veel intensiteit en snelheid. Natuurlijk een top 5 league. Dus dan moet je je ritme opbouwen. Je krijgt geen wedstrijden in de tweede helft, waardoor je wedstrijdritme hebt. Dus moet je opbouwen met kleine minuten. Maar je moet er direct staan. Mm. Toulouse draait ook niet een topseizoen. Dus je komt ook in een team wat nog niet echt goed draait. En hij moet ook wennen, hè, aan een ander land, een andere competitie. Fysieke competitie ook natuurlijk. Tuurlijk. Anders dan Nederland. Hij heeft natuurlijk in Nederland, volgens mij, zo'n 25 wedstrijden gespeeld. Waarvan, denk ik, 12 starts. En ja, dan moet je door, maar je moet iemand ook tijd geven. Hij is 20 jaar. Geef hem tijd. Je hoeft er niet direct te staan. En als het gebeurt, gebeurt het. En afgelopen wedstrijd heel goed ingevallen. Prachtige assist. Maar als je kijkt tegen Monaco, die linksback zoekt hem, of die rechtsback zoekt hem nog steeds. Mm. Die is nog steeds aan het zoeken van waar is hij. Maar dat plannen ze hem ook wel voorgehouden door Toulouse. Van je krijgt een jaar de tijd om te wennen. Wanneer hij ready is, is hij ready. Ja, okay. Is hij morgen ready, speelt hij morgen. Dus. Nee, ja, dat wel. Maar Toulouse heeft niet vanaf meet af aan gezegd van... luister, jij moet er op dag 1 staan en anders dan... Nee, maar dat is ook raar als je dat tegen een 20-jarige jongen zegt... van jij moet er morgen staan. Nee, uit de Eredivisie. Dat als hij er staat, maar misschien staat hij dat hij wel op die manier gehaald is. Ja, kijk, waren ook andere keuzes. We hadden Burnley, we hadden clubs uit Italië. Zoveel clubs die hem wilden hebben. Maar we kozen voor Toulouse. Ja. De president is daar Comoli. Comoli heeft gewerkt met alle topspelers, denk ik, in Frankrijk. Van Henri tot... wat ik het laatst nog met hem over. Nou, Sabio Alonso heeft hij ook gehaald naar Liverpool. Hij heeft gewerkt bij Spurs. Mm. Bij Berbatov heeft hij naar Spurs gehaald. Ja, nu alleen Arsenal, al. Het huidige Toulouse is ook weer een voorbeeld. Ja, daarin gaan alle jongens die oppakt. Dus ja, maar als je dan met hem kan werken... en je weet dat hij ook een bepaalde power heeft in een club... en je zegt van, joh, hier ga je spelen. Je ziet dat Nederlandse jongens het goed doen. Ze gaan niet 6 linksbuitens halen. Ze halen hem en waarschijnlijk nog 1. Je hebt gewoon een eerlijke concurrentiestrijd. En dan kiezen wij daarvoor. Ja, dus er zit wel echt een idee aan. Gaan we naar de Premier League gaan. Maar je moet wel kiezen van waar ga je de meeste spelminuten krijgen. Ja. En dan ga ik door. Want dat was Burnley, Serie A.
En Toulouse. Duitsland, Champions League. Bundesliga was dat, denk ik. Ja, dan Bundesliga, Duitsland. Zoveel clubs. Dus... Eredivisie clubs niet echt. AZ. Nee, ik denk wel dat ze hem goed vonden. Ja. Maar dat was het destijds nog niet. Ja, dus... Niet doorgepakt. Nee, en misschien vonden zij hem nog niet ready. Dat is nogmaals hun goed recht. Ja, zeker. En, ik doelde er een beetje op, zoals Chelsea bijvoorbeeld. Ik noem even een club. Die haalt gewoon 6 spelers en die zien wel wie het redt. En de rest wordt er verkocht. Maar Toulouse heeft wel een helder beeld geschetst. Bij Chelsea gooien ze alle ballen tegen de muur. En welke bal terugkomt, die doet het. Gaat ook heel goed nu. Dus dat is ook een... Fantastisch. Ja. Dus, Hele leuke club. Ik las een anekdote dat die Bully, die eigenaar, naar de manager Pochettino was gegaan. En had geadviseerd om 4-4-3 te gaan spelen. Ik weet niet of het klopt, maar ik heb het gelezen. Ik zou me niet verbazen. Deze Amerikaan heeft van heel veel dingen geen verstand. We hebben nog 5. Even kijken, wat is het? Korte vragen. En daarna gaan we nog daarop in. Ja, de eerste is, wat is de deal waar ik het meest trots op ben? Of waar jij het meest trots deze op zomer? Ben? Gewoon algemeen, ooit. Ja, dat zijn er zoveel geweest. Je moet er eentje kiezen. Ga streng zijn. Je mag straks ook de rest noemen. Nee, ik kan niet echt eentje kiezen. Want er zijn heel veel transfers die voor mij belangrijk zijn geweest. Maar en sommige gewoon, kleintjes zijn belangrijk. Van welke heb je het meest genoten? Gewoon dan, laten we hem zo vragen. Welke transfer heb je het meest genoten? Het kan een kleine zijn die je... Van de zomer heb ik 40, 45 plus transfers gedaan. Maar de leukste voor mij was Ryan Azraq naar Tristina. Ja. Ik heb er toch een antwoord. Ja. Voor deze zomer. Goeie speler. En dan zeg je tegen jezelf, waarom nou Ryan Azraq naar Tristina? Ja. Ryan, we hebben toen ontbonden bij Utrecht. En we dachten, we vinden wel een club. Want het is een goede speler. Zeker. Dat heeft goed gedaan bij Venlo. Technisch. En ik geloof in die jongen. Dat is een echt het nummer 10. Echt een mooie. Dan hebben we het nu over. Daarvoor ben ik gesummeerd van hem. Bij VVV geweldig. Ja, spelen met Brani, spelen met ballen. Mm. Mooie voetballer. Ik hou daarvan. Mm. Dat is waarvan ik van voetbal had. Dat hebben jullie nu al gemerkt. Nou, uiteindelijk kon ik niet die club vinden voor hem die hij wilde. Ik werd er helemaal gefrustreerd van. Ik kon er ook niet door slapen. Ik was woest. Maar ik voel me wel verantwoordelijk voor zo'n speler. Ja. Want als zijn carrière dan op een gegeven moment niet lukt, is het, hoe je went of keert, mijn schuld. Want ik moet een club voor hem vinden. Mm-hmm. En ik moet die TD of die coach overtuigen dat te doen. En tot op dat moment is dat niet gelukt. En via een andere agent is hij bij MVV gekomen. Nou, die andere agent heeft het goed gedaan. Ik had niet verwacht dat hij erheen ging, want ik had ook met die coach gesproken. Zijn we hebben geen geld. Nou, hij heeft toen in zichzelf geïnvesteerd. Heeft hij gratis gevoetbald bij MVV. Dat zegt eigenlijk wel. Ja, waar, ja? Ja, ja, dat is wel heel. Dat zegt dat eigenlijk ook hoe graag iemand wilt spelen. Maar ik heb daarna. Want iemand moet toch eten en rijden. Juist. Ja. Maar ik voel me verantwoordelijk. Dus dat is mijn job dan om dat te doen. En dat heb ik gedaan. Wat ik allemaal gedaan maakt niet uit. Maar ik heb daarvoor gezorgd dat het omheen goed is. Toen is het met MVV niet gelukt. Waarom niet? Hij is een jongen met ballen, karakter. Nou, daar kunnen ze niet iedereen mee dealen. En hij is iemand die gaat naar die coach van: joh, ik heb 6 keer gebankt. Nu is mijn tijd. Ja, maar dat mag niet tegenwoordig, toch? Want je moet wachten en zitten. Sorry dat ik je aanraak. Nee, ga je gang. Maar ik zit daarmee. Ik moet voor die jongen dan in orde krijgen dat die deal komt. En dat hij een goed platform heeft. En dat hij gewoon weer voetballer is. Op een goed niveau. En uiteindelijk heb ik dan Tristina geregeld. Dat een prachtige club is. Amerikaanse eigenaar. Heel veel ambitie. En daar is hij nu. En voor mij was dat echt een pak van mijn hart. Ik zeg, ach, gelukkig. Ja. De jongen zit weer op een goede plek. Zijn leven is weer, hij is weer voetballer. Kan weer brood halen. Je kan weer brood halen. Ja. Verdient daar ook goed. Meer dan hij in Nederland zou verdienen. Ja, dat is mijn transfer waar ik heel veel passie in heb. Voldoening denk ik. Ja, want uiteindelijk is het gaat niet om mijn portemonnee. Het gaat om dat ik dat heb geregeld, bewerkstelligd en door. En als het goed doet, ja, dan zijn succes is ook weer mijn verdienste. Mm-hmm. En dan kan ik ook weer verdienen. Ja. Maar dat is voor mij... Het doel, maar dat is ook waar het mee begint. Ik ga er nog 4 doorheen rammen. Voor mij, ja. Die moet je kort beantwoorden. Ja. En dan gaan we ze daarna nog over hebben. Met deze technisch directeur is het prettig zaken doen. Eentje noemen. Nou, dat is ook weer... Nee, eentje noemen. Je moeilijk. Kan er, ja, kan nee, niet... dat ga ik niet zeggen. Nee? Kan er niet eentje noemen? Ik kan met alle directeuren wel prima handelen. Ik ben hoe ik ben en zij zijn hoe zij zijn. Maar... Met wie is het leuk een kopje koffie drinken? Laten allemaal we zo, wel. Allemaal? Jawel, dat is allemaal wel leuk. Kom op, dat geloof ik niet. Het is toch wel eentje waarvan je denkt, nou... Er zijn er zoveel. Er zijn zoveel karikaturen. Bij Gent zit ook een man, die is zo'n karikatuur. Ja, soms moet je gewoon lachen als je in die meeting zit. Ja. En maar zijn Belgen, wij zijn Nederlanders. Mm-hmm. En soms hoor je dan uitspraken. Maar kom ook als je naar Italië gaat. Ja, dan zul je er ook wel wat meemaken. Oh. Dan moet je even kijken. Sabatini. Die is nu TD bij Salernitana. Die man kan niet meer praten. Die is gewoon zo ziek. Gewoon letterlijk ziek of wat?
Hoe bedoel je? Ja, die heeft zoveel gerookt in zijn leven. Oh, die longen, die werken niet meer. Nee. Maar nog steeds zegt die club Salernitana, ja, we hebben toch problemen. We staan laag. Wie gaan we bellen? Bellen ze. Ja, we bellen Sabatini. Ja. Die gaat oplossen. Nou, ik ga jou een foto nu laten zien. Die man, ja. En deze man, hij die heeft... zit met beademing... aan de onderhandelingstafel. Daar bij die club. Hij heeft wel twee spelertjes weer losgeweekt, hoor. Hier. Nee, het is echt. Nee, het is echt. Dit is echt. Deze moet je even doorsturen, dan kunnen we die nu in beeld. Dit is gewoon officiële Salernitana, ja, dit is bizar. Dit is bizar. Maar zo gek is het, waar zou die man dan nog voor leven? Ja. Dus die is zo'n voetbalfreak. Hij heeft wel Boateng en Manolo. Ja, John Boateng. Kijk, als hij naar zijn profielpagina gaat, zie je ook die sigaret. Oh ja, ja, dat was nog een iets betere tijd. Maar dat is wel... Ja, dat je denkt, de mensen leven echt voor het voetbal. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat je een speler laat zien. Dan gaan ze op Wisecout. Dat is een programma waar je alle spelers kan zien. Ja, ja, ja. Dan zeggen ze, nou interessant, dan pakken ze een blaadje. Dan gaan ze schrijven, dit is contract. Voor contract uitgeprint speler kan komen. Ja. Nou, dan moet ik ook lachen. Ja, tuurlijk. Ja, zo simpel. Maar ja, dat zijn heel veel dingen. Als jij één speler mag kiezen die je ooit nog wil begeleiden, wie zou dat zijn? Moet ik even nadenken. Greenwood. Mason Greenwood. Ah, dat vind ik een leuk antwoord. Die wil ik wel hebben. Ja. Snap ik. Dat is een speler, denk ik wel, die bij mijn agentschap past. Ja. Bij mijn team past. Ja. Dus ook niet dat je lekker achterover kan zitten. Dus je moet wel aan de bak. Mm-hmm. Ik denk een topspeler, toptalent. Zeker. Natuurlijk heel wat gebeurt, maar dat zou ik wel leuk vinden. Hoe is zo'n speler? Daar kan je nog, denk ik, een verschil maken. Ja, van, ah, mijn input is wat waard. Ja. Dat vind ik ook leuk. Ik wil niet alleen zitten en misschien, kijk, een speler doet het goed. Maar dat lijkt me leuk. Kan je mee sparren, kan je spelen, helpen met die ontwikkeling. Weer belangrijk voor de spelen. En dan hopen dat hij die top haalt. Dus dat lijkt mij hartstikke leuk. Heeft talent voor de top. Heeft een bijzondere stap gemaakt naar Getafe natuurlijk. Iedereen heeft hem op het lijstje. Ja. Of iedereen monitort hem. Ja. En ik denk dat niemand twijfelt. Is nog steeds wel onderdeel van United. Ja, zeker. Uitgeleend. Misschien stelt er nog een behoop. Je weet het niet. Ja, ik ben bang. En dat is ook wat in ieder geval de Engelse pers rondgaat. Dat het bij United wel echt klaar is. Ze durven het gewoon niet meer aan. Mensen moeten niet zo bang zijn, joh. Gewoon opstellen. Dan zie je het wel toch. Als kom, jij man, de zaakwaarnemerswereld in één woord mag omschrijven, welk woord zou je kiezen? En nu, dit is voor jou echt een uitdaging. In één woord, Menno? Ja. In één woord. Competitief. Oh, ja, goed woord. Denk. Heel competitief. Ja, waarom? Je zit in een soort heel veel concurrentie. Iedereen wil, denk ik, ook de beste zijn. En je bent continu aan het vechten om ook beter te worden, je spelers te helpen. Er is heel veel concurrentie. Volgens mij heb je, weet ik veel, hoeveel agenten in Duitsland en Engeland. Dus zoveel. En je hebt heel veel agenten die anders werken. Ik werk heel anders dan andere collega's. Dus ja, je hebt heel veel agenten die beloven de wereld en doen niets. Gaan zeggen, ik ga het doen. Ik ga dit. Het is helemaal leuk aardig wat je gaat doen, maar het gaat erom, wat heb je gedaan? Wat krijg je voor elkaar? Dat is wel mijn speler. Is het onderlinge respect juist groot of klein in de zaakwaarnemerswereld? Ja, mij boeit het echt niet. Ik heb helemaal niets met hun. Nee, oké. Okay. Dus in die zin... Zijn geen vrienden van mij. Nee, exact. Als zij een speler hebben die ik wil, dan wil ik die speler hebben. Ja. Ja. En liever bij mij dan bij hun. Ja. Ja. Ze betalen mij niet. Niet mijn broers, niet mijn familie. Niets mee te maken. Als zij hun speler weg wil, dan mag je naar mij komen. Ja hoor. Of je nou naar partij A of partij B gaat. Is er een speler waarvan je nu al denkt en ook al kan zeggen, die is klaar voor een stap? Een van mijn boys voor deze zomer? Er zijn heel veel klaar voor een stap. Ook maar Burgzorg gaat goed doen. Ja. Die doet heel goed. Burgzorg, ja. Ja. 11 wedstrijden, start, 6 goals. Blackburn Rovers helemaal gek gemaakt die wedstrijd, moet je maar kijken. Ja. Maar hij heeft zo'n doodtrap gehad van die verdediger. Ligt hij er 8 weken uit. Dus hij is net pas weer fit. Hij gaat morgen spelen als het goed is, woensdag. Ja. 10 minuutjes, weer terug. Nee, doet het heel goed. Heel veel interesse al voor. Ja. Echte speler van Engeland. Heel veel snelheid, diepgang. Kracht. Hij schiet kracht, ver. Kracht en snelheid. Pas midden 20 toch? Nog niet oud? Ja, 25. Huddersfield ook. Ja, Huddersfield. Dat is een mooie club. Jawel. Hartstikke leuk. Engeland is alles mooi toch? Ja, zeker. Prachtig. Maar Championship ook. 6 goaltjes in 20 wedstrijden. 11 starts. Ja. Dus, ja, dat is knap hoor. Goeie maar cijfers. Ze zijn heel agressief ook daar op hem. Ja. Trappen en doen. Dus daarvoor is hij ook geblesseerd. Tweede ongelooflijk keer zware competitie. Championship. Maar als je daar tot 6 goals komt, dat is echt heel moeilijk. Ja, dat hij gaat er nog mee maken. Ja. Ik denk als hij had gespeeld, zat hij nu op 12 of 10. Als hij niet geblesseerd was geraakt. Er was dus al interesse voor hem. Nee, veel clubs hebben interesse. Maar heel Engeland. Is dat al uit de Premier League of is het bovenkant Championship? Premier League, bovenkant Championship, mid-table Championship. Nog maar 1 jaar te gaan bij Mainz. Ook uit Duitsland bellen ze al. Andere clubs. Heeft Mainz dus veel een optie? Ja, dat zijn contractuele afspraken. Daar ga ik me niet over uitlaten. Oké. Want ik hoop het nu voor ze. Want anders dan... Ja, maar die doet het heel goed. Die gaat wel een stap maken, verwacht ik. Als hij ook fit blijft. Dus. Ja.
Een fantastische jongen ook. Volgend hoofdstuk, mannen. Jij volgt de Eredivisie natuurlijk ook op de voet. Hoe heb jij naar de transfer van Henderson gekeken? Ja, sensationele transfer, toch? Ja. Of hij de speler is die bij Ajax past, I don't know. Ik heb ook niet elke week naar Jordan Henderson gekeken bij Liverpool. Want ja, hij is niet mijn cliënt. Dus wat heb ik met hem te maken? Nee, ik heb hem wel veel gezien bij Liverpool. Alleen ik dacht dat je Saudi-Arabië zou zeggen. Dat heb ik wel af en toe een beetje geskipt. Ja, maar mooie transfer voor Ajax. We gaan het zien. Ik denk dat niet veel Engelse spelers zijn geslaagd in Nederland. En nee. niet bij Ajax. Dus ja, zij doen het weer. Dat is aan hun. Tjuba Akpom was ook een sensationele transfer. Nou, niet dus. Championship was hij wel. Doe het redelijk, hè. Ja. Ken zijn agent ook goed. Ook heel veel respect voor. Top kerel. Die is ook overigens van niets gestart. Nou, waar hij nu is. Agent van Sancho en Saka. Fantastische kerel. Maar Engelse slagen niet echt in Nederland. Ook niet bij Ajax. En ja, hoe ik Henderson zelf ken. Nogmaals, ik heb niet elke week naar Liverpool gekeken. Het is geen speler met een crossbal van 40 meter op de stropdas. Dat kan hij nog wel, hè, voetballend. Diepte passes, één op één spelen zetten. Zo zie ik hem niet. Nee, het is een verbinder gewoon tussen alle linies. Maar hij kan uit een goede bal. Veel praten. Maar ja, en nogmaals, wie weet. Kijk, Nederland is maar een ABC-competitie vergeleken met de Premier League. Ja. Geef hem wat tijd, hij komt uit Saudi-Arabië. Die man moet normaal gesproken gewoon gaan draaien hier. Ja, kom zeker. Op, ik denk dat hij voetballen makkelijk, joh. Die crossballen kan hij ook. Hij heeft die bal naar voren, heeft hij ook. In Nederland heb je zoveel tijd aan de bal. Zeker. Ik zou niet weten waarom hij niet het verschil zal maken hier bij Ajax. Maar of hij het is, weet ik niet. Had ik hem gehaald op die positie? Het is een prachtig transfer voor Ajax, maar ik had het zelf niet gedaan. Van welke topclub ben jij het meest onder indruk qua transfers? Real Madrid. En in Nederland? Als je kijkt naar de afgelopen... Ja, PSV heeft het goed gedaan, toch? Ja, zeker. Nee, ze heeft het hartstikke goed gedaan. Ja. Van welke transfer ben je meest onder indruk die zij hebben gedaan? Ja, even kijken. Ze hebben veel goede deals gedaan. Nou, Noah Lang vind ik een hele goede speler. Peppi is een spits die eraan komt. Ja. Heb jij ooit zelf nog bij geholpen, toch? Bij zijn transfer naar Groningen. Zeker, zeker. En, als ik Feyenoord was, had ik hem liever bij Feyenoord gezien. Ja. Ja, dat is nu wel nodig. Mm-hmm. Toch? Ja. Dus ja. Ja, die gingen voor Ueda. Daar had maar hij ook meer speelminuten gehad, denk ik. Heb jij nog belangen bij Pepi ook? Jawel. Heb je geholpen bij de deal naar PSV? Nou, uiteindelijk heeft zijn agent dat zelf genomen. Die jongen speelt bij Groningen en hij schiet de ballen erin. Dan kan PSV zelf zeggen, die willen we hebben. Mm-hmm. Dan heb je mij niet meer nodig. Nee. Dus. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk wel een regeling met zijn agent getroffen. Omdat ik belangrijk ben geweest in die stap van Groningen. Zonder Groningen zat hij niet bij PSV. Ja. Zat hij nu misschien bij VfL Osnabrück. Ja. Dat was best een gewaagde keuze dus van hem. Kwam voor veel geld naar Duitsland. Hartstikke goede mentaliteit. Ja. Rent, klaagt nooit. Ja, dat lees je overal. Goal getter. Ik heb hem gezien toen hij 16 was. Ik heb hem toen gescout. Toen heb ik Ajax bericht van kijk eens naar deze speler. Ja. Ja, dat was interesse. Ik heb met Gerry Hamstra gezeten. Er is echt interesse in hem en doen. Zijn ze ook naar Canada geweest, naar Vancouver, om die speler te bekijken. Ajax destijds. Ja. En toch niet. Zij hebben niet toegeboden om rond te krijgen. Okay. Niet het bedrag wat Dallas destijds wilde. Maar, dat was dan ook al wel veel geld, toch? Of niet? Ja, het kostte die ook al wel. Maar toen zag ik een speler al met diepgang. Heel goed met zijn hoofd. En vooral goed in de box. Niet de best voetballende speler, maar goed in de box. Killer. Dat zag ik toen al. Zo heb ik hem bekeken. Dacht van dat is een interessante speler. Dat is een echte spits. En diepgang. Vind jij dat hij op dit moment meer mag eisen? Want we hadden het aan het begin mag je meer eisen. Even over dat er te veel lieve jongens lopen. Maar dat beeld wordt nu een beetje geschetst. Dat hij heel makkelijk genoegen neemt met zijn rol achter Luc de Jong. Die natuurlijk geweldig gespeeld dit seizoen. Peter Bos is een topcoach, dus die weet wel wat hij doet. Nee, maar hoe zou jij dat, stel jij zou Peppi niet begeleiden? Ik zou hem wel een half uurtje geven als 5 minuten. Je moet even met maar ik ben geen coach, dus zij zien hem dagelijks. En zij denken dat het juist is. Juist, PSV draait als een gek. Dus wie zijn wij om te zeggen dat het anders moet? Hun teambelang staat boven een spelerbelang. Dus mij heeft hij een contract van 4 jaar plus. Mm-hmm. Ze hebben alle tijd. Luc de Jong is ouder, dus. Ja. Als hij klaar mee is voor 2 jaar, dan kan hij dat toch staan. Zijn perspectief was ook duidelijk toen hij kwam. Ja, als je kijkt, Hakim Ziyech, we hadden het net al over in de stellingen. Zou je altijd terughalen als je Ajax was? Altijd. Waarom? Dat ik liever gehaald als Henderson, toch? Ja. Ik denk dat de fans dat liever zagen. Ik denk dat je prachtige spelen hebt met linkerpoot. Kijk, ik weet niet hoe zijn fitheid is, hoor, daar niet van. Maar, heb je toch ook gezien van Marokko? Dat is een prachtig eigenlijk voetballer. Eigenlijk komt het een beetje terug in alles wat jij zegt. Die je wilt zien. Jij wil voetballers Kom op, man. Zien. Ja. Dat is toch een prachtige voetbal. Ik had hem gehaald. Ja. Ik kijk liever naar hem als naar Henderson. Wat zou volgens jou denk je een goede stap voor hem zijn? Nu Gala, er gaan ook wel heel veel geluiden over dat het daar ook niet helemaal wil lukken. Heeft qua statistieken best, daar gaan we toch naar statistiek, best aardig gedaan. Is veel geblesseerd. Nu ook, Afrika Cup, weer geblesseerd uitgevallen. Ik weet niet waarom hij geblesseerd is, maar... Als ik hem was, zou ik in Italië spelen. Ja. Ik had hij daar heel goed gaan doen. Het spel is niet extreem snel.
Perfect voor hem eigenlijk, hè? Tussen de linies iets meer ruimte. Tien of iets van achter de 10, dan kan hij komen, kan hij met zijn steekbal alle kanten op. Roma, Inter, Ik wou het, als je niet had gezegd, had ik het gezegd. Nu, Roma bij De Rossi. Met achter Dybala, met Pellegrini. Nou dan. Het Roma onder De Rossi is echt daar een leuk voetbal in het hoofd. Als ik hem was, had ik daarin gegaan. Maar voor mij, in zijn toptijd bij Ajax, had hij gewoon naar Real Madrid of Barcelona gemoeten. Ik denk dat hij daar meer zijn stempel kon drukken als bij Chelsea. Ja. Er was natuurlijk ook een afgekeste deal. Ja. Eentje, veel besproken. Een Driewoes is het eigenlijk officieel. In januari zou hij eigenlijk naar PSV gaan. Dat was onderweg. Maar hij ging uiteindelijk niet door. Hoe heb jij gekeken naar die afgekeste deal? Lachwekkend. Ja? Want? Echt lachwekkend. Als je als speler bij Excelsior zit. Een club op kunstgras. Hartstikke leuke club in Nederland, hoor. Maar als speler kan naar PSV of Feyenoord. Dan heb je maar één doel. Dat voor een goed bedrag. Zo snel mogelijk. Het is niet dat ze €500.000 in je liggen. Ik weet niet wat het bod was, maar... 4,2. Nou, dat is wat jij hoort. Misschien is het lager, misschien is het hoger. Mm-hmm. Maar het was in ieder geval realistisch in de markt. Ja, toch? Zeker. Ja, het was een heel goed bedrag. Wanneer ik weet dat een club een marktconforme aanbieding doet, dan moet die deal rondkomen. En als mijn cliënt daarheen wilt, dan moet je dat doen. Dat is jouw job. Ook als het de laatste dag van de transfermarkt is. Wanneer is het begonnen? De laatste dag? Nee, denk week, ik niet. Nee, het afronden natuurlijk. Ja, ja. Maar als je eigenlijk de zaakwaarnemer van Driewoes dat als die PSV deal niet mij belt en ik heb Driewoes. Of een speler in die categorie. Ze zeggen, we willen die speler hebben. We gaan een marktconforme aanbieding doen. Dan moet die deal rondkomen. Dat is jouw job. Maar als zaakwaarnemer. Dan moet je meteen beginnen naar Excelsior zeggen, wij gaan daarheen. Hoe zou je handelen als Excelsior... Ja, oké, okay, dat zou jij zeggen. Als ik handel, maar als Excelsior zegt, ja, weet je, zolang wij geen vervanger hebben, laten we hem niet los. Dat is niet mijn probleem. Nee, kan een vervanger halen voor 4 miljoen, hoor. Kan je wel 2 of 3 spelers halen. Okay. Dat is hun probleem. Ik ben toch niet van hun scouting? Nee, dat snap ik. Maar uiteindelijk heb je de handtekening van Excelsior nodig. Ja, maar, hoe zou je dit wel aanvliegen? Ja, ik had die handtekening wel gekregen, hoor. Ja? Geen zorgen. Okay. Hoe ik het zou doen? Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ik had naar Excelsior gereden. Dan had ik gezegd van, joh, we moeten even praten. Dan zeg ik, PSV is er. Dan ga ik aangeven, joh, PSV is er. Zij gaan een realistisch bod doen in de market value. Wij gaan naar PSV. Als mijn speler naar PSV wil. Even voor de duiken, wij gaan. Punt, gewoon. Punt. Ja. Dus dan is het aan jou wat je eruit haalt. Dat is aan hun. Mm-hmm. Dat is hun feestje. Maar wij gaan weg. We gaan allemaal een champagnefles. Mooie deal. Voor Excelsior, voor de speler, voor de agent. Die deal gaat rondkomen. Dat is de opdracht die ik geef. Dan is het aan hun wat ze eruit halen. Maar ik ga. Ik ben Eindhoven. Adios. Het gaat om mijn cliënt. Ja. Als hij mijn cliënt zou zijn, moet die deal rondkomen. Als niet, mag je mij ontslaan. Ik heb gefaald. Ja. Als ik die job niet rondkrijg, heb ik gefaald. Ben jij verantwoordelijk? Punt. Dus als je faalt als agent, moet je kunnen zeggen arrivederci. Ja. Adios. Ik ben klaar met jou. Want je hebt je job niet gedaan. Ik ga hem moeten afronden, maar ik denk dat we nog een keer terug moeten komen. Ja, in de zomer. Voor deel 3. Want het smaakt naar meer. Ik wil alle kijkers, luisteraars ook zeker bedanken. En laat even in de comments weten welke gast volgende keer ook hier moet zijn. En naar welke club jij Ziyech zou brengen. En laat even een waardering achter in die Spotify app. Ik zag dat we volgens mij op 398 staan of zo. Dus in ieder geval 2 wil ik erbij zien na deze aflevering. Geef even 5 sterren. Zou top zijn. We hopen de prijs binnen te halen met als deze aflevering online staat. Hè? Goed dat je zegt, genomineerd voor de voetbalpodcast. Toch, hè? Ja, okay. 2023. We hebben een paar concurrenten, onder andere van onze vrienden van VI, maar die zijn toch al, moet ik maar zeggen, minder leuk dan wij. Maar tuurlijk. Wij zouden het wel waarderen als je ook nog eventjes op ons stemt voor de voetbalpodcast 2023. Goed dat je het zegt, want wellicht vallen we in de prijzen. Ik heb nog nooit wat gewonnen in mijn leven. Ja, was onlangs wel genomineerd. Talent. Sportjournalist. Ja, lief dat je dat ook zegt. Ja, dat mag ook even gezegd worden. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende. Here we go. Xavi Simons. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Gravenberg met een geweldige boeien. Belly go. Niet Eduardo no op je feestje, maar kom op geen enkel feestje. Nee. Even normaal, hoor. Is het done deal?